Lichtley, waar komt de rest? De rest komt helemaal niet! En het wordt goud! Olympisch kampioen Elis Lichtley. Ik ben niet een van de slangste en dat zou ik denk ik ook niet zo snel worden. Daarom is het ook wel best wel lastig om hier voor een hele rij met spiegels te staan en jezelf te bekijken voor een spiegel. Als je niet zou weten aan welke sport ik zou doen, dan zou je dat wel heel erg goed aan mijn bovenbenen kunnen zien. Die zijn best wel groot. Ik ben vooral sprinter, dus dan trainen we echt wel heel erg veel de benen, dus vandaar dat ze ook wel gaan groeien. Als ik ze aanspan, kun je het ook wel heel erg goed zien. Het zijn wel flinke bovenbenen. Het is natuurlijk best wel lastig als je zulke benen hebt om echt de ideale broek te vinden. Dus het is nu ook wel fijn dat er op de markt wel echt wel stretchbroeken zijn. Maar het is niet altijd ideaal om zulke bovenbenen te hebben. Mijn mooiste lichaamsdeel waar ik wel trots op ben, zijn mijn vrouwelijke rondingen. Nou, ik ben wel redelijk trots op mijn kont. Ik denk sowieso wel eens na over wat ga ik doen als ik klaar ben met sporten en hoe gaat dat eruit zien. Maar dan spieren, dat slinkt natuurlijk heel erg snel. Dus ik denk als ik stop met baanrennen dat mijn benen dan ook wel wat minder worden. Want dat zie ik ook bij de mensen om me heen die gestopt zijn. Dan zie je toch die benen die weer wat normaler worden.